Wat doet u hier? Ik zit te wachten. Op wie? Op u. Wij hadden een afspraak. Wanneer? 2 uur geleden. Waarom heeft u die gewoon geklopt? Ik wou u niet storen. Ik heb echt genoten vanavond. Ik was onder de indruk van Jules Croisset. Ik vond het weergeloos. Het was een geweldige voorstelling. Ik vond Jules waanzinnig. Ik heb zeer genoten van het stuk. En ik vind dat het heel mooi geschreven is. Ook omdat ik steeds nieuwsgierig was aan welke kant het stuk op zou gaan. Ik vond het wel en ontroerend en grappig en ook wel iets om over na te denken. Ook over een onderwerp waar iedereen wel mee bezig is. Ook er, weet je, als je ouder bent, terugkijkt op je leven. Ja, welke kansen heb je gehad? Wat heb je goed gedaan, wat niet goed gedaan? Af en toe wordt het briljant als gedachten en valse herinneringen en wensen in het hoofd van de oude speler door elkaar gaan lopen. Als je dit stuk gaat zien, dan krijg je een stuk te zien wat dus slim is en geestig en goed gespeeld door allebei de acteurs. En er ontrolt zich iets voor je ogen waarvan je wel af en toe denkt, hè, is dit nou zo of is het nou niet zo? En op het laatst krijg je gelukkig antwoord. Ja, ik zou zeggen, ga er naartoe, want het is echt prachtig. Ja, absoluut doen. Je kunt iedereen ontlopen, behalve jezelf.